Tiny Tinas Wonderlands. Geen Tiny Tiny Tuna Tuna Salad <laughs> Wonderlands. Nee, gewoon Tiny Tinas Wonderlands. De spin-off op uh, een van de, uh, de spin-off op Borderlands. En misschien wel een soort van vervolg, spiritueel vervolg van een van de beste DLC's die Borderlands 2 destijds gehad heeft. Ja. Dat was destijds uh, Tiny Tinas Assault on Dragon Keep. Daar werd al bunkers en badasses gespeeld. Oftewel de Borderlands-variant van Dungeons and Dragons. En hier. Zien het al, is dat nog veel duidelijker aanwezig. Want we hebben hier te maken met een tabletop-variant van Borderlands. Zonder dat je daadwerkelijk een tabletop-variant van Borderlands speelt. Maar gewoon in mijn DD-thema ben je gewoon ouderwets aan het knallen. Je weet het goed te verkopen dan? Ja? Ik heb er zin in nu. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Je weet het goed te verkopen. Ik zal je zeggen, ik miste. Deze introductie toen de games speelde, want ik had expres helemaal niets ja, doorgedaan. Niet Tina, <laughs> nee, ook dat. Maar ik had e proberen alles te skippen wat er van tevoren... Weet je, ik heb geen preview gekeken, ja. ik heb geen trailers gekeken, ik heb alles geskipt. Ja. Omdat ik zoiets heb van ja, het gevaar ligt op de loer dat ik ontzettend teleurgesteld ga worden. Mm -hmm. En ik had gewoon zin om het te veugen erop. Um, het is ook een game die gewoon moet spelen zonder iets gezien te hebben. Want dan, dan is het gewoon raggen. Ja, het is ook... Ja, hersenen racht... even op nul, behalve dat je... je moet hem, zeg maar, hersenen moet je net even op standje 1... zodat je wel even kan vergelijken wat je beter doet. En voor de rest is het gewoon... Uh, maar goed, het je mond. Ik, ik werd wel verrast door het tabletop thema Van deze uh, game en uh, misschien is dat uh, noemen naïef, maar ik had dat gewoon uh, expres uh, niet uh, meegenomen en mm -hmm. genegeerd. Dus toen dat uh, duidelijk werd dat ik was iets van: Oh, wow, ze zijn wel echt een hele nieuwe kant op gegaan met de uh, Moorlands. Waar het niet dat ze niet echt een hele nieuwe kant op zijn gegaan, anders dan dat het uh, dit, thema dit. thematisch wat dingen heeft, waaronder dus de overworld. Ja. Uh, kijk, niet dat dat per se in een tabletop uh, in die sessie zit. Maar je hebt gewoon even je, je miniature waarmee je over de, de overworld loopt en uh, van locatie A naar locatie B kan gaan. Ja. Ondertussen dus ook nog van dit soort random encounters tegenkomt. Dan word je in een soort van arenatje gedropt en uh, dan is het, uh, ja, clear even deze wave van enemies en dan uh, krijg je misschien wel wat nice loot eruit. Ja, En dan uh, kan je vind, weer vind, je dat, vind je het een goede manier? Want in uh, bijvoorbeeld in Borderlands 2 of in Borderlands 3... Deden ze dat op een andere manier? Had je een soort hub eigenlijk? Waar je uh, vanuit waar je reisde. Het, he het, 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 het maakt het net. Het het lijmt het net wat meer aan elkaar. In plaats van dat je op dat schip zit en gewoon letterlijk een lo locatie kiest. Ja. Uh, en oké, okay, bij Borderlands 3 was dat nog best wel goed gedaan, want dan vloog heel goed je, zag gedaan, het, je zag letterlijk de planeet waar je ja. heen vloog en dan landde je als het ware op de, op de stoep. En dan zag ah, en je. En bij Borderlands gewoon die... 2 ook, toen zat je in die stad of hoe heette, hoe heette dat ook weer? Uh... Sanctuary. De, sanctuary inderdaad, ja. Ja, ja. En dan ging je van daaruit, deed je eigenlijk al die missies. Ja, ja en hier is dat uh, eigenlijk uh, pas echt uh, vanuit Brighthoof. Dat is dan uh, een soort van uh, ja, het, het koninkrijk van. Uh, Queen Bud Stallion, dat is natuurlijk volledig overgenomen van Borderlands 2. Uh, ja, en, en van daaruit kan je ook een beetje je karakter weer aanpassen en wat, uh, wat, wat andere bounty missies en dergelijke aannemen. Ja. Um, maar, uh, eventjes naar wat er daadwerkelijk ook anders is ten opzichte van het voorgaande deel. Want dit bouwt natuurlijk eigenlijk voort op het fundament wat er met Borderlands 3 is gelegd, uh, per technisch. Uh, je bent niet meer een, een predetermined hero. Nee. Uh, je bent niet meer een van de vier, vier, ja, vier mensen die uh, de game jou biedt. Nee, je krijgt gewoon de vrijheid om je eigen karakter helemaal te maken. Met een gezichtje en een, uh, een van de zes klassen die je game, de game je biedt sterker nog op een gegeven moment hè, ook geheel in die en die stijl kun je gaan multiclassen vanaf een bepaald level vanaf een bepaald punt in de campagne krijg je dus de optie om ook nog een tweede klas erbij te kiezen zodat je daar de, de perks ook van binnen kan haken en alleen maar meer damage doet ja dan ga ik de spoorwoorden kiezen die jij had want ik ja. vind het wel die kleine paddenstoel van ik echt fucking space mij ging het er vooral om de om de om de de, de, de oh de ijs ja. oké okay, want ik heb er namelijk een draak daar zag je me eventjes voorbij Deze. komen ja de clawbringer was ik en ik had een kleine draak. En die draak wordt groter en groter en die speelt vuur. Dus het lijkt me vet als ik dan ook twee companions kan hebben. Kan dat? De, ik, ik heb een multi... Of ik heb de tweede klas die ik heb gekozen. Die heeft... Een perk dat ik uh, gewoon bepaalde bonus damage met mijn spels doe. Ik heb niet gecheckt of ik, als ik een klas kies, die waar je ook een campaign hebt, dat ik dan twee Dat je dan twee campaigns krijgt. Okay. Daar ben ik ook wel benieuwd naar Ik een denk ook dat dat niet, dat dat niet op die manier werkt. Nee, nou ja, het, het gevaar zit hem natuurlijk een beetje erin dat als jij als een uh, nameless hero aan de slag gaat met een uh, volledig zelfgemaakt karakter, dan dat je natuurlijk ja, iets minder persoonlijkheid uh, hebt als ja. speler. Zijnde ik vond wel de, de voices waar je het kan kiezen. Ik heb een beetje zo'n sneaky stemmetje gekozen. En dat paste goed bij mijn veredelde Dark Elf die ik had gemaakt. En dat vond ik opvallend goed passen. Dus als nameless hero zijnde vond ik dat je nog redelijk genoeg smol krijgt in de game. Maar gameplay technisch. We hebben het natuurlijk ook in een uitgebreide premium review met jee erover gehad. Een stevige drie kwartier hebben we gediscussieerd over deze game. Gameplay technisch. Je zou denken ze. En misschien is het ook een gevoelsding hoor. Je zou denken, ze pakken volledig het fundament van drie. Voegen wat tweaks toe, waardoor het alleen maar beter aanvoelt. Maar ja. ik heb hier en daar het idee, en ik heb jou er ook al lang genoeg over gehoord. We hebben hier en daar het idee dat het dat bepaalde dingen. Veranderd zijn, waardoor het juist een voelt als een klein stapje terug. Nou, ik, uh, ik zal gelijk even beginnen. Ik had een aantal hele grote problemen met deze game. Ja. Om te beginnen. Uh, de gunplay, uh, die is weak. Uh, zoals je hier ziet. Je schiet bijvoorbeeld een aantal keer op een uh, beest, dan doe je een bepaald hoeveel damage. Ja. En uh, de eerste, voordat je vijf shots nodig hebt om een uh, vijand uit te schakelen, de eerste vier shots zal die niet reageren. En de vijfde valt hij bij dood neer. Ja, want ik kan, me, ik kan me heel goed herinneren dat je bij als je bij voorgaande games een een enemie raakte, dat die wel even, even zo even een, een beetje terugdijnstte of wat dan ook. Nou, in als je van uh, zijn kop kreeg, dat hij even zo deed. Ja, in ieder geval kan ik me niet herinneren dat het zo kut aanvoelde als hier bij deze tiny Tina's uh, Wonderland. En ja, dat is dat is dus. Voor mij niet per se de wapens, maar de de, 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 de slag van ja, de wapens, ja, precies. Nou, een ander ding wat je merkt is dat uh, de vijanden ten alle tijden mee levelen met jouw level. Ja, dus waar je bijvoorbeeld in uh, uh, Borderlands 2 had je dat heel erg. Dan ging je terug naar levels die, uh, die je in het begin speelt, mm -hmm. maar jij was al helemaal verder geleveld. Nou, dan, 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 dan racht je er echt doorheen, weet je? Dan was iedereen met één shot, was dood en ja. weet ik wat. Hier kan het niet meer, want de vijanden levelen altijd mee. En dat is stupid, want wat is het punt van levelen? Uh, wat voor zin heeft dat als je vijanden altijd mee levelen? Ja. Wil, dan moet je alleen maar levelen omdat je vijanden levelen. En als je niet levelt, level je vijanden ook niet. Dus whatever, wat maakt het allemaal nog uit? Mm -hmm. En dat vond ik, uh, ik, weet, dat vind ik gewoon stupid. Ik, ik weet niet waarom uh, ze dat gedaan hebben, maar dat, dat vind ik echt. echt... Ja, zijn. nou ik, ik denk dat ik wel weet waarom ze dat gedaan hebben. En dat is natuurlijk om, om heel veel, als jij terugkeert naar bepaalde gebieden, waren uh, side-quests altijd echt volledig overbodig geworden. Als jij, nu, als jij op level 20 nog een, een level 8-quest gaat doen, dan heb je daar geen kloot aan. In eerste instantie al doordat de Maar het is de, toch de een keuze die, die je krijgt. hebt? Dat, is toch, ja. dat kies je dan toch voor. Maar als jij, als jij wel alle side-quests doet op het moment dat ze relevant zijn, dan ga je weer voorlopen op de main-quest. Dus dan word je eigenlijk weer te sterk waardoor het ook weer te makkelijk nee, dus we het is. Nee, we zijn level levels. Ook mee, maar en ik heb het gevoel dat je altijd sterk genoeg bent om de vijanden die je aangeboden krijgt, om die te het live, het live te kunnen. Dat sowieso, want het is niet heel moeilijk. Nee, het is niet een heel moeilijke game, precies om die reden. En uh, waarom hebben ze dat gedaan? Ik ben het met je eens dat ze het hebben gedaan om die, die content uh, relevant mm -hmm. te houden. Ten opzichte van de plek waar je niet in, in die game bent, maar het vervelende is dat dat doen ze omdat er zo weinig content is. Ja. Dus als je naar borderless 2 gaat, daar heb je, weet ik van, misschien heb je wel 100 uh, sidequests als het er niet ja. als het er niet 200 zijn. Ik weet niet gewoon echt heel veel. Dus ja, als de eerste 30 uh, relatief makkelijk zijn nou, en je hebt ze nog niet gedaan, nou, dan ploeg je daar gewoon even heen omdat je compleet wil zijn. Ja. Je wil gewoon die game uh, helemaal uitspelen. Ja, nou ja ik, 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 ik heb het minder als, als negatief punt ervaren omdat de, in 3 was het volgens mij ook al zo dat alles met je meelevelden en ik vind het wel fijn dat, dat, dat die quests dan gewoon in ieder geval nog een soort van relevant zijn. Uh, je kan je nog sterk genoeg maken of onderscheiden door, op een gegeven moment heb je ook als je level 40 bent, dan krijg je van die uh, mythical uh, levels weet ik veel wat, dat je, dat je echt nog wel een soort van bepaalde bonussen krijgt uh, met, je, met, je, met je damage of je critical damage of weet ik veel, je spel damage, noem maar op. Dus je wordt wel sterker ten opzichte van de uh, enemy. Ja. Het is alleen jammer dat, ja, wat je hier ook ziet, weet je, ik ben level 25, oftewel de bearers enemies zijn standaard level 26, de normale enemies zijn standaard level 25. Ja. Dus je voelt je inderdaad niet meer echt gewoon van, oké, okay, ik heb hier geleveld, ik ben hier voor gegaan en, en daarom ben ik nu hier heel sterk. Ja. Dat, is, dat is jammer. Nou goed, de, ik heb nog veel meer kritiek, maar dat, daarvoor moet je even de premium uh, versie kijken. Ik had uh, hierbij nog wel, uh, eventjes heel kort, uh, ik vind het aanvoelen alsof die game gemaakt is voor kinderen. En dat heeft te maken met het verhaal. Daar zit een bepaalde scheidlolligheid in die, uh, die je leuk vindt als je uh, tien bent. Weet je, die pop en pie schrappen. Ja. Uh, 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 het is ontzettend makkelijk, het is Klein, het is een kleine game. Je bent er zo doorheen. Um, hmm. Ja, goed, We worden... ik weet niet, man. Ik, ik, ben er, ik ben er nog net geen 30 uur in. En ik heb het idee dat ik nogal redelijk wat uurtjes te gaan heb. Ik denk dat het, als je het een beetje echt wil uitwonen, dat je het is een 40-uur. Nou, laat ik zo zeggen: als je de sidequest laat, denk ik dat je er in een dag of twee doorheen bent. Ja. Uh, en dan ben ik echt niet iemand die de hele dag speelt. Maar goed, whatever. Weet je, iedereen heeft zijn eigen ervaring ja. ermee. Uh, het zal wel uh, dat hele idee dat het voor aanvult als wat voor kinderen is. Ik weet niet wat dat is. Dat heeft iets te maken met het succes van Fortnite. Nee, uh, hoe dan nou, het is, uh, het, ze, ze hebben niet meer de, de, de kwaliteit van het schrijven van een deel 2. En dat merk je bij 3 al heel erg. Want dat was ook al lollig en poep en pies humor. Ja. Uh, ik kan het tot op zekere hoogte nog goed hebben. Maar wel met de side note dat ik dat het inderdaad altijd minder aan zal voelen als 2. Want dat was gewoon. Zo lekker sarcastisch, zo lekker hard. Weet je, de, 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 en, en niet alleen in de humor, maar ook gewoon in, in het uh, geweld... gewoon wat er door ja. NPC's en zo wordt gepleegd en dergelijke. Dus ja, je zal dat, dat niveau... en ik ben ook bang dat het gewoon iets van de tijd is... dat niveau van schrijven, dat niveau van humor... Die, die hardheid van die humor, die hardheid van de sarcasme en dergelijke... die ga je denk ik ook gewoon simpelweg niet meer zien in een borderline game. Hoe jammer dat ook is. Ja, um, ja Dat neemt niet weg dat er voor mij nog in ieder geval genoeg referenties naar anderen... Uh, franchises, uh, popcultuur, fenomenen zat, uh, met ook wel gewoon humor. Alleen, ja, je zit niet hard op te lachen, maar je zit af en toe even te gniffelen. Ja. Nou, ik ben uh, uitgegniffeld. Uh... <laughs> wat, 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 wat vond je goed in de game? Uh, wat ik goed vind aan de game, is dat je uh, de game brengt je, en dat deed Borlands 2 en 3 het ook, brengt je in een flow. Ja. En het is een hele ontspannende game om te spelen. En uh, waar ik bijvoorbeeld bij Boorzoon, uh, weet je, dat gaat mijn bloeddruk van omhoog, dat wordt echt echt stress krijg ik daarvan. Uh, daar is dit is het gewoon heel ontspannend. Het is makkelijk, het knalt heel makkelijk weg. Er is ontzettend veel op aan te merken, maar de flow van de game is goed. En die is zo goed dat je de game ook op een bepaald moment wil blijven spelen, omdat het het, het biedt gewoon zo veel rust. <laughs> ja, dat, ja. Dat, dat is eigenlijk wat ik goed omdat vind. Je, omdat je letterlijk je hoofd kan uitzetten. Bij het ja, het is echt een mindless shooter, zoals het heet. Ja. Uh, ik, vind, ja, ik vind de rest allemaal verder bijzaak. Uh, dat vond ik er knap aan. Um, ik, uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik sta er net iets anders in. Ondanks het feit dat ik weet dat dit... Beter had gekund. Uh -huh. uh, ben ik me er ook heel erg bewust van. dat dit niet. dat je dit niet moet zien. als een soort van. borderlands 4. Dus ik had ook. ik had ook geen verdere. vooruitgang verwacht. Ik had wel gewoon. gehoopt. dat, dat het. iets sterker geschreven was. dan 3. Want 3. vond ik niet heel sterk geschreven. Uh, maar zat gameplay. technisch heel goed in elkaar. Dit heeft. Niveau, game, uh, niveau Borderlands 3 qua schrijven misschien hier en daar net, net wat scherp. scherp ja nou <laughs> voor je ik weet niet maar ik heb, ik nee, heb echt momenten moment gehad dat ik dacht van oké okay, dit is dit is, dit voelt mij weer als vanouds leuk gewoon wel heel jammer dat, dat inderdaad want ik zijn met die gunplay hitboxes voelen het voelt een beetje off niet helemaal uh, zoals het bij 3 was. Want 3 was juist gameplay-technisch... weer een heel erg een verbetering ten opzichte van 2. Ja. Maar wat er voor mij overblijft... is wel nog steeds een game waar ik heel veel... lol mee heb. En uh, ik betrap me er zelf... nog vaak genoeg op dat ik... Bosses opnieuw gaan spelen om een oranje wapen te krijgen. Ik trap ja. me er zelf ook op dat ik expres die side missions doe, omdat ik weet dat ik daar een hele specifieke blauwe loot van krijg die dan een, een uniek effect heeft, zoals een bezoeker die ankers schiet en dergelijke. Ja, ik ben het uh, met je eens, maar de, de, niet voor 60 euro. De, de, ge, de gebieden zijn uh, groot en gevarieerd, voelen wel kleiner, doordat die de 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 gebieden waar je vecht zijn vooral wat kleiner geworden voor voor jou gevoel volgens mij ook ja um, maar wat je zegt 60 euro dat is een beetje de de, de sowieso de hamvraag van een, een review voor ons um, een budget kopen ja ik vind het extreem moeilijk want als ik naar mezelf kijk denk ik van ik ben een borderlands liefhebber die hier meer dan genoeg lol uit haalt uh, en met het Tijdens het spelen van Borderlands, uh, als ik niet de, de reviewbril op heb, dan zet ik mijn gedachten dusdanig op nul dat ik heel veel door de vingers kan zien. Mm -hmm. Dus dan heb ik genoeg lol om het voor mij ook te verantwoorden om te kopen. Ga je wat uh, een poging doen om wat objectiever naar deze game te kijken en, uh, en even je, je, je Borderlands liefhebbende gevoelens achter je te laten. Het is thematisch heel leuk ingestoken. Ik vind het vette gebied, ik vind het vette wapens. Ik vind het alles heeft een, een leuke uh, thematische twist gekregen. Is dit een stapje vooruit in opzichte van drie? Nee, het is eerder een stapje terug. Ja. Nou, Precies je... dat. En wat mij betreft blijft het een... Uh, uh, jij zegt van het is geen voorbode voor... Of het is geen Borderlands 4. Nee. Ik ben bang dat dit een voorbode is voor Borderlands 4. Ik denk dat we die schijdlollige kinderschit uh, terug gaan zien in Borderlands 4. Als er nou, ook... Maar daar ben ik sowieso bang voor. Ongeacht of dit was uitgekomen of niet. Nou, En ik ben dus ook bang dat de gunplay, die nu zo... Die echt een hele slag minder is dan bij Borderlands 3. Uh, dat, dat, uh, dat dat ook uh, zo slecht blijft als dat het hier is. En en dat, is, uh, dat vind ik echt heel jammer. De flow van de game is gewoon, die is goed, maar dat is niet genoeg om de game voor mij overeind te houden. En daarom, als ik moet kiezen tussen uh, kopen, budgetbakken of slopen, dan is dit voor mij een uh, budgetbak. Ik, uh, ik, ik, ik kan me volledig vinden in wat je zegt. Um, ik denk dat ik aan het einde van de rit ga ik, uh, ga ik toch mijn, mijn innerlijke Borderlands-liefhebbende uh, verstand op nul game daan. Uh, ja, fuck. Je gaat er met een mantel de liefde bedekken. Nee, dat moet ik eigenlijk niet doen. Nou, doe het maar. doe het maar okay, Wees gewoon je eigen mens dan. Ik zit, ik zit er tussenin. Nee, ik, 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 uh, fuck. Je zit er tussenin? Ik, ik wil zeggen kopen, want voor mij is het volledig kopen, maar... Uh, als ik uh, einde van de rit heel erg. Okay. Je weet, je, jij doet kopen, ik doe de. de, de ja, dan zit hij er mooi tussen. En jij weet of je, ben je meer een Boris gamer of meer een bent. Ben je iemand uh, die zijn gedachten echt op nul kan zetten en ook uh, shit door de vingers kan zien? Ja. Of ben je zelfs met het spelen van en zo kritisch? Um, ja, dan. Ik, nee, ik, ik ga toch. Ik ga stiekem uh, kopen. ga ik erin uh, sluipen. Heel goed. <laughs>